het is het weer regenweer uit, dus ja, niks aan te doen natuurlijk. Het is nog heel vroeg trouwens, het is nog maar half zes of zo, dus het is zeer vroeg, namelijk te wakker zijn. Maar ja, ik kan er niet zoveel aan doen. Dat is natuurlijk zo helemaal. Ik kan nadenken en zo wat ik allemaal ga meenemen en zo op kamp. We hebben wel een lijstje gekregen en zo, maar ik ben er toch een beetje mee bezig. Dus dat gaan we ook nog doen. Ik sta normaal gezien nooit zo vroeg op, mensen. Ja, ziet er goed uit. Ik heb trouwens plannen voor vrijdag. Vrijdag ga ik trouwens iets doen met de rode duivel, met de Belgische vlagkleur. Dus ik kijk ook wel naar uit. Dat gaan vooral de mensen zien op TikTok, maar ik zal er ook een klein stukje hiervan insteken. Dus dat is misschien ook wel goed om te weten. Ik heb deze trui aangedaan. Die lag het deze bij mij. Ja, maar ja, dat is als je je poten slaapt, dan kan je niet zo op ding pakken, hè. Ik dacht misschien gaan we de zon zien of zo, maar nee. Ik heb trouwens ook, ik heb zo het gevoel dat mijn stem ook een beetje veranderd is ondertussen. Dus ik hoor dat wel heel vaak, dat mijn stem zo een beetje anders is. En dat vind ik echt wel heel leuk. Ook een beetje stress binnenkort voor de operatie al. Natuurlijk in de maand niet. Zo de eerste weken sowieso al niet. Dus probeer ook wel dat een beetje in orde te brengen en een beetje te regelen. Dus ja, het geeft toch allemaal wel wat stress mee, maar... We komen er allemaal wel hoor, dat is normaal. Ik denk dat dat iedereen wel eens die een operatie moet krijgen. Deze lens die zuivert niet 100%, zie ik, dan die andere lens. Die andere lens die doet meteen. Maar goed, ik kan er niet veel aan veranderen. Deze zoomt superveel. Maar goed, we zetten vanmiddag die andere lens er al op en dan is het probleem opgelost, mensen. Dus ik kan er niet veel aan veranderen. Dus, de valies staat trouwens al klaar. Dat is, die staat al weken klaar trouwens, de valies. Die is al weken hier helemaal gereed. Eigenlijk, wat zit daarin? Ja, ik heb er hier altijd nog wat in. Schoenen en zo. En kleren zit er ook wel een beetje in. We zetten er nog in van de video, denk ik. Denk het wel, die er nog in zetten van de video. Denk ik. En ik neem ook een paar knuffels mee op kamp. Dus Pipo en zo neem ik ook mee op kamp. Dus ja, je gaat het allemaal wel zien. Ik ga me er nog niet zoveel zorgen maken. De valies die ga ik sowieso maken als... daar heb ik nog wel tijd voor eigenlijk. Ik ben vooral aan het denken wat ga ik klaarmaken. Want ik had gezegd dat ik op vrijdag pas spaghetti ging klaarmaken in de live. Maar ik denk dat ik toch morgen al spaghetti ga halen. Of ik moet morgen worstjes eten en de dag eruit. Maar ik heb het al meemaken. Ik ga het nog bekijken. In ieder geval is dat weer naar de supermarkt gaan. Ja, dat moet ik allemaal bekijken. Allee, ja. Ik ga nog wat verder doen. Met douchen en zo, met tanden poetsen. En dan zien we elkaar straks terug. Tot zo. Zo, ik ben helemaal aangekleed. Dit moet ik nu eens verzorgen, mensen. Ik weet het, het ziet er niet uit. Maar ja, het doet wel pijn. Wacht, ik moet even eens kijken. Jullie zullen het vast al op TikTok gehoord hebben of gelezen hebben. Ik ga inderdaad een opleiding volgen. Ik weet niet of ik het jullie al verteld heb. Maar dat is pas in 2022, dus dat is nog even. Maar toch, ik denk dat er al veel mensen het gehoord hebben en gelezen hebben. Ik vind het echt wel super om dat te mogen volgen eigenlijk. Ook wel een eer om dat te mogen volgen. Dus ik ben eens benieuwd hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Veel kan ik er ook niet over vertellen nog niet, omdat ik het zelf ook allemaal niet goed weet. Dus dat gaan we nu eens bespreken eigenlijk met Peter. Even in de microfoon. Eerst de hoofdstuk van gisteren opeten. Zo. Het weer vandaag valt toch nog wel mee. Vanmorgen dacht ik echt dat het... dat het toch wel zwaar ging regenen of zo. Maar ik heb nog geen regen gezien. Alleen moet ik dat nog eens in orde brengen daar. Want je ziet daar van achteren. Dus orde brengen. En binnenkort ook het zwembad hier.
keertje proper maken, want nu dat het vuil is of zo, dat niet. Maar ik ga het wel proper maken om kwestie van ja, gewoon te onderhouden. En ook als ik nog eens word opereerd, dan kan ik er toch niet meer namelijk in. En dan is het ook zo dat het er gewoon staat. En dus daarmee, dan zou ik het al weg doen. Morgen komt, nee, dus vandaag zijn we vrijdag, donderdag. Morgen zijn we vrijdag, zaterdag komt Enzo. Ja, ik heb al niet goed geslapen, zodat je wel kunt zien en ook wel kunt, denk ik, al een beetje door hebt. Waardoor ik wel een beetje moe ben en ook wel minder vlog eigenlijk. Ook gewoon omdat je zo goed weet wat ik moet vloggen, omdat je, ja, je wilt zoveel mogelijk van een dag uithalen. En dan is het altijd gemakkelijk zo snuffelen op buiten te ontbinden, want dat weet ik ook nog niet. Ik zit er snuffel nergens. Ik moet eens kijken dat snuffel niet gaat. Mijn vlag hangt er nog steeds. Morgen ga ik echt hier zo geel doen. Rood, zwart. Ik doe dan in de spiegel, waarom? Omdat je dan in de live gaat. Dat dan echt zo uitziet hoe dat dan eigenlijk zou moeten. Zo eens kijken of dat snuffel nog buiten is. Ik zeg het, het zwembad gaat dan binnenkort ook weg. Ik hoop dat we er eens in kunnen. Hoop ik alleszins, het water is niet zo koud of zo. Ofwel, ik sta er momenteel in, hè. Het is toch wel redelijk frisjes. Het water, kijk, ik sta er wel degelijk in. Er zijn wat vragen. En de dingen is ook nog altijd. Dat is wel goed. Waar is dat konijn? Dat konijn is verdwenen. Ik was ook al een beetje bezig om dat onkruid verder eruit te halen. Dat had Circa de vorige keer gedaan, dat was echt volledig weg. Maar nu dat je kunt zien is dat toch wel teruggekomen. Was ik er toch een beetje mee bezig, maar ze heeft er meer feeling voor dan ik. Een eerlijke ding. Dus je ziet dat onkruid komt gewoon terug. Dat het nu schoon is. Dus ik heb de groene pak daar even gezet. Normaal staan ze altijd daar, maar omdat er dan vliegen in komen en die vliegen rechtstreeks naar binnen. Die daar plaat, maar die dan snuffelen en muffin, denk ik momenteel ergens anders zitten, niet heel gang. Ondertussen ben ik naar de televisie aan het kijken, ook naar de Belligas. Ik ga hier de vlog afsluiten voor het leuke video. Zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen zijn